Het is de week van de opvoeding. Vandaag praten we in workshops met ouders over wat zij nodig hebben om een goede ouder te zijn. We zijn op zoek vandaag naar verhalen. En soms is het best wel lastig om een verhaal te delen. En ik was 26 en ik had nog nooit een baby vastgehouden en ik had echt geen flauw benul. Vul je leven met liefde, zoveel als maar kan. Mijn parels en puzzels hebben vooral te maken met de ontwikkeling van mijn kind. Als ik afstand neem. Ik denk dat je in de opvoeding van je kind tegen parels en puzzels aan kunt lopen. En heb het er vooral over, deel je verhaal zodat je de juiste hulp kunt krijgen die je nodig hebt. Elke voeding duurde een uur en dat 8 keer per dag. Voor mij was dat normaal. Ik had geen idee dat het eigenlijk niet normaal was. En toen hij 3 jaar was, kon hij eindelijk zitten. En toen kon ik dus met hem naar de supermarkt, terwijl hij voor me in het karretje zat. De Arjen in het ziekenhuis lag vanwege die liesbreuk, die zei: zo, en nu gaan jullie uit eten met z'n tweeën. Want wij durfden helemaal niet iemand anders op Arjen te laten passen. Heeft u nu zelf nog ideeën of vragen over goed ouderschap in ambacht? Neem dan contact met ons op www.jeugdteamambacht.nl of www.sociaalwijkteam.nl. U vindt ons in Cascade. We zien u graag!